Persconferentie, soyez les bienvenus aux conférences de presse après le match de ce soir, Roeselare-Ulpen, geëindigd op 1-1. Monsieur Condom, je vous donne tout de suite la parole. Bonsoir. Match très disputé. On a fait un match avec des occasions pour les deux côtés. On a essayé la première mi-temps d'avoir la possession du ballon et de jouer, de faire des occasions. On a commencé encore avec un peu de nervosisme, c'est normal, cette semaine a été un peu bizarre. Et Roeselare a eu la première occasion, et après nous, l'équipe s'est sentie dans ce terrain. On a commencé avec la possession, merci, avec la possession de ballon. On a essayé aussi, pas seulement d'avoir la possession, sinon d'essayer de chercher un peu plus de profondeur. Mais Roeselare s'est défendu très bien et a essayé de sortir à contre-attaque. Et pour moi, c'est une très difficile équipe pour jouer. Et après de trois occasions sur la phase arrêtée et des autres occasions qu'on n'a pas été killer dans les petits box, arrivé les buts. Et après les buts, situation bizarre. Après le départ, une autre fois, la minute 44 et 20 secondes, Roeselare a égalisé le match. Ce sont des sentiments contradictoires que tu passes en une minute de gagner à une minute avant de la mi-temps d'arriver avec un. Après la deuxième mi-temps, on a eu 20 minutes encore. On n'était pas dans les terrains. Roeselare a commencé à voir aussi de trouver des espaces, de trouver des occasions avec beaucoup de vitesse des attaquants. Et après 20 minutes avec des changements, avec le système qu'on a joué, il y a beaucoup de fatigue de joueurs du milieu de terrain et de l'attaque. Et Roeselare a commencé à trouver peut-être des espaces et on a perdu un peu la pression. Mais une autre fois, après avec les changements, on a mis les joueurs avec des fraîchures et on a essayé une autre fois d'aller à gagner les matchs. Et on a eu des occasions aussi, la dernière, mais aussi Roeselare a eu des occasions à contre-attaque pour faire aussi des buts. Et finalement, on donne pour bon les points. Mais un peu bizarre pour eux, comme ça produit la réalisation après le minute 44 de faire le premier but. Merci. Franky, leuke wedstrijd gezien. Ja, ik denk dat... ik heb een goede wedstrijd gezien. Ik vond echt van de kant aangenaam om volgen. Het ging snel. Eupen legde heel veel ritme in de wedstrijd van in het begin. Veel druk, veel... wat ik toch meen begrepen te hebben, profondeur, dus diepte. Dat was toch wel wat anders dan wat ze gewend waren. En ze begonnen met Bassey wat centraal, om iedere keer daaraan toch vanuit die centrale positie ruimte te zoeken, diepte te zoeken. Ofwel in de rug van Kjetil, ofwel gewoon door het centrum. Daar moesten we wel even hard werken. We kregen wel de eerste kans, hè, via een goede counter, waar Jeroen dan net niet bij kon. Maar goed, het was duidelijk dat Eupen zeer gemotiveerd was. Want goed, zij spelen natuurlijk om die eindronde te halen. En dat was er duidelijk aan te zien. Dus wij moesten hard werken, hebben we ook gedaan. En als we konden, of als we de mogelijkheid hadden om te counteren, hebben we dat ook gedaan. Dus natuurlijk, we krijgen op 1 minuut van het eind van de eerste helft doelpunt binnen. En dan denk je, ja, dat is een koude douche. Maar goed, dan hebben we toch nog een fantastische aanval in huis. Ik denk dat het een prachtige goal was. Hè. Goed doorgedraaid van Rick. Eerst tussen de linies goed doordraaien. En aanspelen door Jeff, weer aanspeelbaar maken. En dan een heel goede center van Rick. En ja, prachtig afgemaakt van Olivier met de kop. Dus dat was eigenlijk toch nog een beetje onverwacht dat we met het gelijke stand konden gaan rusten na de laatste treffer van Eupen. Goed, de tweede helft hebben we een klein beetje beter gedaan. Zijn we wat hoger druk kunnen gaan zetten. En dat maakte dat we wat minder druk hadden dan wat de eerste helft het geval was. Maar
Ja, de kansen bleven uit van Eupen, wij ook niet, maar op de counter zo nu en dan waren we toch gevaarlijk. Uiteindelijk werden we wel een beetje moe. Zij brachten wat nieuwe mensen in, dus wij hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Ja. En uiteindelijk ben ik heel tevreden met wat ik gezien heb van mijn team, omdat ze heel erg hard gewerkt heeft, getracht heeft van te voetballen op momenten dat dat kon. Je mag ook niet vergeten, met het uitvallen en nu ook definitief voor de rest van het seizoen van Carlo Daman, ja, dat moest ik dan toch weer gaan schuiven. Achterin, ik had ook met de schorsing van Vinnie, ook het middenveld, dus Ketel dan ook ingebracht. Jeroen op het middenveld gezegd, dus er waren wel wat wijzigingen, maar al bij al toont deze groep dat, dat wij willen nog altijd, dit zijn natuurlijk wel leuke matchen om te spelen. Je speelt tegen een van de beste teams van tweede klasse, die volop nog in de strijd is voor die eindronde, dus dan is het wel, dat is een fijne match. Kun je nog eens meten. Volgende week juist hetzelfde dan, die spelen dan voor de titel op Sint-Truiden. Dus dat is wel goed dat we niet echt van die eindseizoenswedstrijden hebben. Misschien komen die dan nadien nog wel. Maar wij zijn nog altijd gemotiveerd om er nog iets van te maken. En ik denk dat we dat vandaag toch wel gedaan hebben. Dus ik ben wel tevreden met de prestatie van mijn elftal.